Hallo dames en heren, een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 9 maart 2024. Ik ben vandaag in Groningen en daarna word ik opgehaald door iemand, want ik heb van tevoren afgesproken met iemand via Instagram. En toen hebben we elkaar connect via WhatsApp. En vervolgens heeft hij voor mij reis betaald. En natuurlijk, diegene die voor mij heeft betaald, die kennen mij via mijn vlogs. En ik word blij van dat hij gaat gezellig met mij een leuke dag van maken. Dus ik wens voor jullie alvast heel veel kijkplezier. Ik ben opgehaald bij station in Groningen. En toen zijn we samen naar Burger King. Lekker eten bestellen hebben we gedaan. En we hebben ook meet and greet gedaan. Wat vinden jullie van mijn ontmoeting vandaag? Heel leuk. En het is heel grappig, want met mij omgaan, ik ben puur eerlijk, grappig en leuk genoeg. En de muziek hoor ik wel ondertussen door via boven, maar het zorgt voor dat nog leuker serveertjes. Hey Glimworm, zit te lachen. En jij eet smakelijk honger, hyena's. En dankjewel voor hamburger eerst, die is zo lekker. Ik heb wel een lekkere Bacon King. En die van hem. Ja, dat is een dubbel Whopper. Whopper! En het is goed smaak. En die van haar eet smakelijk allemaal. Ja, jij ook. Eet smaak. Die van jou ziet er goed uit. Ja, dat is kip. Ja. Een beetje saus overal op. En weet je wat er grappig is? De drinken, die staat verkeerd. Want die Fanta heb je besteld. Dus ik geef aan jou. En die cola is van mij. Dus die heb ik verplaatst mezelf. Dus nou, enjoy your life. Nou, ja. We zitten in de auto. Ik zit gezellig voor in de auto naast de guy. En ik kan goed rijden. En vervolgens gaan wij naar het huis bezoeken. Want ze hebben een leuke katjes en een aliens. Mag vooraan. En van je leven. Oh, gelukkig. Hij is geen rot, joh. Oh, wat was ik ook weer? De kat. Heb ik zin in om te aaien. En ook een hond. Die wil ik blaffen en aaien. Want dan kunnen ze honden elkaar verstaan. Wat ik zeg. En vervolgens. Deze guy die naast me zit. Hij kan goed praten. Want die is zeg maar een spontaan man. Hij praat net zoals ik. Vanuit zichzelf. En dat vind ik heel knap hoor. En we hebben nog een gezellige dame, die zit achter mij en die van haar is het aan het rusten, want het is een hele lieve meid. Aan het kijken naar de mooie buiten, mensen fietsen en de vogels en de auto's, dat was het dus feit. Oeh, mooie dag zeg. Ja. Een soort van een dagje vakantie, tot in de avond. Voor mij dan. Dat is een griezelbus! Die is al overheen geweest. Oh, jammer dat die zo snel vliegt de tijd. En twee mensen zijn aan de fietsen. Kijk, die midden kijkt naar mij. Oh. Heel leuk. En pas op voor de gevaarlijke weg. Want die auto moet je altijd links en rechts kijken eerst van tevoren. Oh, niet bang zijn joh. Nee. Het is... Wat het is, want hij heeft ook rijbewijs, dus daar hoef je geen zorgen te maken. De kans is heel piepklein dat je ongeluk te krijgen. Nou, geniaal, goed opgelost. Ik ben bij Johannes en Mirjam in hun huis en ze vinden het leuk dat ik een nieuwe hondje ga ontmoeten. En misschien worden wij een nieuwe bestie. Dus ik heb een hondenbroekje en vervolgens ga ik laten zien dat ik heel braaf tegen hem kan. Hallo lievertjes, ik heb een leuk voor jou. Is het goed? Dit is heel eng, maar de eerste keer vind ik het wel leuk. Nog een keer. Dit is een hele brave hond. Alsjeblieft. Ik vind het leuk hoor. Ja, dit is braaf. Goed zo Boris. Ja. Kom op, kom op, Boris. Ja, die heeft hem. Goed. Zou ik hem los doen? Durf je dat nog? Oh ja, zeker. Kom maar op, wil je mijn vriendje zijn? Goed zo. Rennen, hè? Goed zo. Lieve Boris. Ja. Lief mannetje. Dank
Kijk, Boris. Alsjeblieft. De laatste. Oh, lekker. Wil je mijn vrienden zijn? Oké, bravo. Ja. En zo heb ik een nieuwe bestie gemaakt. Heel leuk mannetje. En het is een hele schone jongen. Mooi man. Ik heb een nieuwe beste vriend ontmoeten en hij heet Boris. En hij vindt het leuk. Hij is blij met via zijn staart. Kan je zien dat hij blij is. En uiteindelijk zijn we naar buiten geweest. Lekker rondjes lopen met de honden uitlaten. En toen zijn we terug. En wat gaan we doen? Nou jongens, vertel hem maar. Thee maken. Lekker een thee. Wat voor thee? Munt. Was het? Munt thee. Jouw idee. Verse geen met thee, maar idee ja. Gemberthee. En daarna gaan we haring met dipsaus maken en dan gaat hij proeven. Ja, help. Help. Jouw hond doet niks hoor, dus hoef je niet te helpen. Je hond is gewoon blij hoor, dus ik laat hem lekker met rust. Oké, aan de slag. Ik geef een kokles aan hun en hij gaat citroen snijden. 2 plakjes citroen heb je nodig voor de glas. En uiteindelijk heeft hij goed gesneden. Heel prachtige, goede lijn. Van boven naar beneden. En onderste plank heeft hij ook erbij. Jeetje, wat is hier een grote jongen zeg. Het zal leuk zijn voor hem. Hij gaat nieuwe dingen leren. Ik heb hem geleerd zowel van munt. Die moet je niet takjes boven, maar die blaadjes moeten wel boven blijven. En dat moet mooi zijn. Kijk, het is nu als een vrolijke gemberthee. En ik heb wat nieuws ontdekt. Van hoeft niet 3 stukje schuifje, maar 3 stukje blokjes zijn ook goed hoor. Dan heb je lekkere kwaliteit. En dan is er minder sterke smaakjes. Maar wel net zoals limonade. Je hebt het lichte en veel siroop doet. Dan heb je zoete. En zo moeten jullie kunnen zien. Alles is heel... Het kan. Het is een match. Alright. En nou voeg je heet koken water in een glas, jongeman. Gaan we dit weer even koken en dan gooi ik het erin. Goed zo. Ja. Dit is een kookles bij mij. Dat vind je leuk. Ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. Ja, ik ben benieuwd wat zij van vindt en hij ook van vindt. En spannend, spannend. Ja, weet je wat ik zie wat er verkeerd is gegaan? Oké. Oh-oh. Wat denken jullie? De honing? Nee. Oh. Citroen. Zie je dat? Moet op het randje. Alle citroen die zitten op het plat, behalve één is er op de plekje die aan het staan zijn, maar dat hoort er niet. Dus moet je doen. Het... Nou, hou je die munt eruit en dan die citroen moeten wel plat lekker laten liggen. Ja, beter. Straks wordt hij nog moe. Ja, straks wordt hij moe en dan gaat hij niet lekker smaak geven. Oh ja. Ja, goed zo. Nu moet je heet water in. Doen. Kijk, nou eens aan. It's a kind of magic, magic. Kijk, nou eens aan. Wat een mooi zeg. Dat is 1. Op naar de volgende is de 2. Wauw, goed zo. Het is een magie. Kijk, de kopje, de grootste mag jij. Ik moet dat proeven, dus de grootste mag jij. Wat een draak. Vlammenwerp. Stop. Oh, het ruikt heel sterk. Ja. Oh, wel lekker sterk. Vanwege te veel munt. En dan lepeltje in. En dan honing erop. En roeren maar. Maar veel honing is nog lekkerder. Tada! Wij zijn klaar! Heb je zin in? Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Maar het lijkt me nogal een beetje heet. Ja. Het geeft niet. Oh. Gewoon even blazen. Oeh.
Wat een geur, zeg. Ja, inderdaad. Het ruikt wel een beetje raar. Wel lekker. Dat ruikt echt naar wiet. Ik weet wat lekker is. Ik ga het doen. Proberen. Oh, wat een sterke smaak. Oh, jeetje. Dat durf ik niet meer. Het is wel een lekker sterk smaak, ja. Ja. Meer naar... Die citroen proeft heel goed, ja. Ja. Moet je meer honing. En dan roeren. En dan kan je proeven. Als je het lekker vindt, kan je meer doen. Met honing, hè. Ja, als je enorm veel doet, ja, dat is de bedoeling, hoor. Oh, ja. Dat die je een lekker smaakje geeft. Mm. Als je van zoet houdt, dan moet je meer honing doen. Totdat die compleet is. Lekker, honing. Wil je ook honing? Mm. Of vind jij ook prima? Nou, ja. Ik denk niet dat de honing het beter maakt voor mij. Ik heb al genoeg, denk ik. Als je genoeg vindt, zeg gewoon. En? Het is vernieuwend. Ja. Verrassend. Wat zuur. Het ziet er vast heel grappig uit ook, als ik het film. Oh. Al die gezichten die zo... Ja, het is echt een hele nieuwe smaak. Ja. Het allemaal bij elkaar. Goh. Nou, dus dan heb je het recept zelf bedacht? Mm-hmm. Heb ik via van andere mensen afgekeken en dan doe ik het. Ah, ja. Mm-hmm. En je kan ook sinaasappel erbij toevoegen, maar één plakje. Dan heb je lekkere nog, andere smaakjes. Mm-hmm. Versie. En ja, dit is wat het is. Citroen, gember en mint. En als je ook sinaasappel bij toevoegt, dan is het ook iets zoeter nog. Oké. Okay. Lekkerder dan honing. Mm-hmm. Je kan gember ook eten, hè? Is heel gezond, zeg. Maar wat je nu hebt is een goed voor je weerstand. Mm. Origineel. Mm. Ja. Als je ziek bent, dan kan je dit nou lekker drinken. Ja, dat, ik denk dat het wel een goed idee is. Ja. Ja. Of anders duurt het lang. Mm-hmm. Misschien als je neus verstopt is, terwijl je verkouden bent, kan je ook dit nemen. Ja, er moet nog wat peper doorheen. Kan ook, ja. Van alles. Hm. Zoek maar wat matches. Dat is wel lekker, peper thee. Lekker. Nou, proost. 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 Was goed? Mm-hmm. Of, zeg maar, wat zijn jullie mening? Nou, het is heel smaakvol. Het is smaakvoller dan die theezakjes gewoon. Mm-hmm. Maar ik zou het niet zo heel vaak drinken, denk ik. Het is sterker. Ja, het is heel sterk, ja. Ik zou er wel minder citroen in doen, denk ik, de volgende keer. Twee is genoeg, maar... hoeveel heb jij citroen? Twee plakjes. Ja. Als je minder sterker wil, dan één plakje dan. Ja. En de gember in de drie stukje blokjes is ook goed voor... ja, dat je gewoon goed smaakjes krijgt, kan ook. Mm-hmm. Als je sterker wilt, is gewoon twee en drie plakjes die... Ja, gember. Ja. Dat is eigenlijk meer een stapje hoger in één keer. Ja. Fascinerend. Ja, ik weet niet waarom ik dat doe, want ik heb dat veel jaar internet gekeken, een filmpje op YouTube. Hoe maak je geen thee? Mm-hmm. Vandaar dus. Ja. Ik dacht van, ik ga het nadoen. Nou, het is goed gelukt. Ja. En ik ben ook wel benieuwd naar jullie haringen. Ja. Krijg jullie niet op? Nou, ik denk niet dat ik het ga opdrinken, nee. Ik vind dat en echt... jij? Nee. Wat is er dan gebeurd? Wij willen wel proeven, maar ik denk niet dat ik het hele ding ga drinken. Te sterk. Ja. Ja. En ik moet straks ook nog, moeten we ook nog weg, dus ik wil graag rechtop blijven staan. Mm-hmm. Dus ik ga een bakje koffie pakken, denk ik. Koffie? Ja. Word je wakker van? Mm-hmm. Ja. Vind je lekker? Ja.
Oh, heerlijk. Je kan ook wel koffiekoekjes nemen, maar dan word je ook wakker. Ja, die zijn ook wel goed. Ja, ben je wakker van? Oh, ja. Ik zal je leuk vertellen. Ik word wakker van taart. Vanwege taartpower of koffie. Vanwege koffiepower, want dat stuitte mijn hoofd. Mm-hmm. Krijg je wel geval van stuitenbouw. Is zelf boing, boing, boing. Ja, ja, klopt, ja. Ik eet ook geen taart. Tenminste, nou soms, maar... Dat vind ik zo raar voelen, zoveel taart en zoveel suiker. Ja. Mm-hmm. En ik vind je mooi dat jij er goed uitziet vandaag. Oh, vandaag, gelukkig. Ja. Oh, dank je wel. Voor jou. Want jij bent belangrijk, hè? Jij ook. En dit is gewoon leuk voor, om te leren, want ik wist niet of het lekker is. Maar misschien jammer dat het niet lekker is voor jullie. Nou, het is wel goed, maar ik is niet begon. Ja, het heeft niet mijn voorkeur, maar het is wel gewoon prima. Uh-huh. Ik drink ook een beetje thee. Oh, vandaag is al. Maar zeg je niet pas? Ja. Oh. Als ik dat van tevoren weet, dan kon ik wel nieuwe recepten denken. Hoe ik aanpakken. Ja, ik wist niet dat jij thee drinkt. Nou, minder. Soms. Maar ik vind proeven gewoon goed. Uh-huh. Ga je alles opeten? Wat? Ga je alles opeten ook zo? Wow! Ja, die gember in je keel. Ik had er niet op gelezen. Ik zat naar je fout te lezen en drinken en opeens op. Wat was dat nou in mijn mond? Jezus! Ik zag het al dat je dat deed. Oh, ik zat aan het denken en naar je luisteren. En, ja, en alsof ik kan niet beheersen terwijl je naar jouw verhaal luisteren ging. Nee, nee, moet ik even stil zijn. Ja. ik moest bijna uitspuren, ik moest jou lachen, grappen maken. Ja, grappen maken, je gebruikt een magische kracht met een gelachen naar mij, hè? Om mij te laten uitlachen en dan... Wou je nog een kopje? Oh. Ja, hier is nog eentje. Oh, nee! Want straks krijg ik slappen lachen, komt er water uit mijn neus springen. Ja, het lijkt me pijnlijk met deze thee. Ja, mijn neus is geen waterpistool, hè? Dus ik kan niet schieten. Ik weet het niet, nee, ik krijg last van. Hé, hey, mijn kopje thee is op. Maar die laatste was lekkerste. Goeie smaak. Ja. Ah. Ineens heb ik honing, citroen en gemberthee en mint in mijn mond. Dan heb ik nog iemand op mijn tong nog. De smaak? Ja. Ja. Ja, ik voel het. Ja? Ja. Lekker branden? Nee. Oh, dat zeggen ze toch altijd? Je voelt het gewoon lekker zoet. Mijn eigen tong smaakt zoet. Oké. Okay. Alsof ik met zijn eigen tong aan het zoenen ben. Ja, je zweer het, ja, ik meen het wel. Ik ga koffie pakken. Als ik hier nog uitkom. Ja, dan mag je ook koffie. Jij mag ook koffie, ja. Nou, was leuk genoeg. Dan wil jij nog wat anders drinken erbij? Nee hoor, ik heb alles opgedronken dit. Oké. Okay. Het was lekker. Ja. Ja, voor mij is het wel lekker goed gelukt, maar hoe is het bij jou dan niet gelukt? Ik vond hem te sterk. Ik denk dat die de smaak er wat minder overheersend was, dat ik het lekkerder zou vinden. In het begin was het lekker, hè? Wil jij dat? Nee, dat het als de helft van de citroen, de helft van de mint erin zou zitten, dan zou het beter smaken, denk ik. Oh ja, ik snap het ouwe. Het was gewoon te veel, zeg maar. Ja. Oké, okay, in de recepten was zo ongeveer dat het zo goed is, maar het kan wel beter nog. Ja. Jammer, op naar de volgende. Ja, misschien dan maken jullie later nog misschien één plakje of zo en maar minder. En dan proef je wel iets minder sterk. Ja, maar het was leuk om te proberen. Ja, ja, maar die van mij is sterk, is wel lekker opgedronken. Die van mij vond ik wel lekker, maar het is helaas zo reageert mijn hersenen. Ik kom door dat ik te veel dit gebruik heb. Als je zoet wilt. Ja. Ja. Wordt druk van suiker. Kan ook, ja. Heb je ook al dit meer gedaan en was het lekker? Nee, het was zo zuur door die... Nog zuur, hè? Door de citroen, dat ik die honing niet echt proefde. Nog meer? Nee. Is al goed. Ik heb genoeg gehad. Ik weet waarom je het zuur vindt. Je hebt een kauwgum in je mond. En daar wordt het zuur van? Misschien ja, dat je een andere smaak hebt. Kan ook zijn een kauwgum. Klopt dat?
Het is zoete kauwgom, mintkauwgom is het. Ja, maar klopt dat wel, wat ik zeg? Weet ik niet. Heb je kauwgom in je mond? Ja. Oh. Mooi hoor. Nou ja, ik weet het nu al 100%. Oké. Als je dat kauwgom in je mond hebt en je gaat drinken met de muntthee, dan heb je andere smaakjes, denk ik. Kan ook. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook wel. Maar had jij de special edition? Ja. Ja. Ik heb geen kauwgom. Nee. Want ik heb een schone mond. Zie niks. Nee. Vlees. Mag ik de koffie op jou aan? Ja. Ja. Oké. Goh, nou, dat was mooi geweest. Nou, dat ik je wel nog hou. Op naar de volgende. Ja. Haring. Woehoe. Hij is aan het haring met dipsaus maken. Door mij uitgelegd. En vervolgens laat ik zien hoe schitterend het is. Hij moet nog gemengd worden. En dan heb je complete smaakjes. Onze sausen zijn klaar. En wat is je naam ook weer? Johannes. Johannes en ik gaan samen lekkere dipsaus eten met haring. En hij gaat proeven en ik ga ook doen. Dus, kijk. Haring met saus. Mm-hmm. Mayonaise, ketchup en uien. Lekker. En? Je proeft helemaal niks meer van de haring. Nee, ik ook. Meer naar mayonaise. Ja. Veel lekker. Je kan meer indippen met een hele prachtige toetjesachtig. Als je geen haring lust, kun je proberen met saus. Mhm. Mmm. Oh, lekker. Met uitjes. Mmm. En? Ja, prima. Nou, ik heb nu de laatste haring. Pak maar. Nou, we gaan samen. Oké. Okay. Jij ook? Oké. Daar gaat hij. Daar gaat hij dan. Heerlijk. Zou je nog meer willen? Haring volgende keer zelf maken met saus? Nee, ik vind de smaak van haring zelf vind ik lekker. Mm-hmm. En met deze saus is die smaak van haring weg. Dus de volgende keer zou ik gewoon los eten. Gewoon los saus? Maar als iemand wel haring wil omdat het gezond is, maar de smaak vies vindt, dat is een hele goede oplossing met saus. Ja. Maar het was wel goed, hè? Ja. Goeie combinatie. Ik heb mijn best gedaan en wat zijn jouw mening eigenlijk? Mijn mening hierover? Of van mij? Dang is een heel aardig persoon. Mm-hmm. En ik zou vaker met hem om willen gaan. Jammer dat hij zo ver weg woont. Precies. En ik kan goed koken voor hem. Ja. En ik leerde hem een kokers. Voor om hem te trainen. Later wil hij misschien chefkok worden. Oh, nee, dat ben ik zelf nog roos gepraat. Dat doe ik maar niet. Vond je leuk die short video hoe ik gedaan heb? Ja. Ik vond het heel origineel. Ik had nog nooit iemand gezien die haring met saus nam. Dus dat vond ik heel origineel. Ik ga volgende keer wat nieuws bedenken wat nog beter. Hmm. Maar dat is nog in de toekomst, want ik heb heel veel dingen getest. Flaflip en haringsaus en gimbalthee en op naar de volgende, zeg maar. Nieuwe level, nieuwe kansen. Maar je hebt het wel doorzetten. Ik kan ook herinneren dat je de karnemelk challenge deed. Oh nee, dat vind ik verschrikkelijk vies. Smaakt naar citroenmelk. Ja, en dan moest ik overgeven, maar uiteindelijk is het gelukt om niet te laten overgeven, gewoon doen alsof je niks aan de hand hebt. Mm-hmm. Survival. Yeah. Je gaat niet dood, want je kan geen diarree krijgen. Het is een karnemelk. Mm-hmm. Maar dan normale versie is lekker, maar die van karnemelk is dure versie. Dat zijn voor mensen die het lekker vindt en gezonder leven wilt. Ja.
En dat vind ik echt heel raar, maar het is wat het is. Hè. Die ene van jullie vinden dit lekker, die andere vinden dat lekker. En jij vindt normaal melk lekker. Mm-hmm. En ik weet het gewoon. Ja, karnemelk, dat hoef ik ook niet. Karnemelk, ga een keertje karnemelk challenge doen, dan ga je uitspugen en dan win ik van jou. Ja, zeker weten dat jij. Hé, ouwe reus. Oh. Leuk genoeg. Maar mm-hmm. En ik vind het heel goed van hem dat hij opgegeten hebt. Nou, op naar de volgende. Was leuk. Ja. Nou, oh ja, wat voor cijfer zou je geven voor gemberthee met citroen? Die we gemaakt hebben. Ik denk dat het een 5 krijgt. Oh. Omdat het te sterk was. Qua smaak was het te sterk, maar ik denk als je er minder citroen in gedaan had, dan was het sowieso wel voldoende geweest. Mm-hmm. En die van haring met saus? Die krijgt een 8. Oh yes. Ja. Dus het is goed nieuws en slecht nieuws. Mm-hmm. Het wordt erbij. En ja. De volgende keer ga ik nog beter maken. En in de toekomst komt het gemberthee met sinaasappel. Ga ik uittesten. Maar dan één schijfje en een kleine stapje voor mensen dan. In plaats van in één keer sterker. Want op internet heb ik gezien zo van dat mensen die toont een minthee of zo. Gemberthee met een in één keer sterk wordt. Omdat heel veel mensen vinden het lekker. Mm-hmm. Maar jou niet. Nee. Het is niet jouw ding. Het is niet mijn ding, nee. Nee. Maar dat wist ik niet van tevoren. Nee. Als je dat eerder wil laten weten, dan wist ik al hoe het zit. Ja, ik had nog nooit gemberthee gehad, dus. Oh, vandaar dus. Ja. Oké. Goh, ik kom nu pas achter. Oké. Interessant. Ja. Nou, volgende keer gaan we met sinaasappel proberen, denk ik, je dan. Ja. Maar dan gaan we nog beter, hè. That's it. Nou, laten we gaan verder. Ja. We zijn uit eten en we hebben lekkere eten in onze bord. En het is lekker om ongezond te eten. Dit is van mijn voedsel en die man mag mijn voedsel afpakken. En dit is mijn cola en niet van andere mensen. En die van jou? Dit is biefstuk, ossehaaspuntjes. Dit is spek. Lekker. Bonen. Spek en bonen. Kijk hoe hij lacht. Wat een mooie kerel, zeg. Ik moest om jouw vriendje lachen. Ik zou hem nooit boos zijn, maar ik kan wel om lachen. En dit is with love. Ja. En eet smakelijk alvast, hè? Ja, dank je. Jij ook. Deze man, ik mag hem echt. En deze dame, zij heeft een leuke, lekkere eten in haar bord. En zij heeft een prachtig stem. Als ze gaat praten, luister ik elke keer naar haar klanken. Hoe zij praat, hoe zij doet, bij jou voelt me super goed. Als zij iets zegt, dan versta ik niet, dan zeg ik gewoon, wat zeg je? Mm-hmm. En dan vind ik heel leuk om te horen. Ik hou van haar, ik mag haar echt. Vandaag ontmoet ik haar en met hem. En tijdens de ontmoeting was ik in één keer klik. En dat komt door voor mij eerlijkheid. Meteen. Die van jou ook. Maar die van jou moest heel snel opkomen. Maar die van hem vliegt heel snel op. Goed bezig, jongens. Eet smakelijk alvast en maak er wat moois van. Met onze broos op onze dag. Ik heb geen drinken. Waar is jouw drinken? Nog op maken. Oh, hilarisch. Oh. Nou, leuk genoeg. Ik moest om lachen aan deze guy. Hij heeft een veel eten op zijn bord. Dit is een derde ronde met een volle bord opeten. Mooie man. En het is een goede challenge voor jou, joh. Ik vind het heel knap. Goed gedaan, man. Nou, deze bord zit je vol. En geniet ervan, hè. Ja, goed. Mooi zo. En ik heb verloren, want ik heb daar twee bord opgegeten van lekkere dingen. Gewoon tegenwoordig. Dit is nu de tweede. Ja. Ik vind haar eet smakelijk hoor, mooie meid. Eet smakelijk. Papegaai, hetzelfde.
Jongens, ik laat jullie zien. Dit is oester en hoe eet je op? Nou, je doet zo en dan op in je mond en dan zo moet je doen. Kijk er weer. Oh jee. Daar gaat ie. Hij springt er niet uit. Water. Hallo. Ik moet hem wel met. Ja, hij plakt. Goh, ik kom nu pas achter. Ja. Kijk, nu komt hij. Oh, lekker zee. Maar deze stokjes, je moet je zorgen voor dat die losmaken. En dan kan je zo. Of anders blijft hij hangen. En dan, als je pech hebt, dan valt hij op je gezicht. En dan kan je wel schreeuwen. En zeg maar dat monster heb je mij gevangen. En dat moet je wel niet doen. Dus zorg ervoor dat deze stokjes om maar los van de oester maken. En dan kan je opeten. Of anders spuug het water in mijn mond. En uit die schelp. Yeah. Dat was het. Deze lieve kat heeft aandacht tekort. Miauw. Die vindt eng. Ik sta voor de deur en ik heb deze leukste shirt voor speciaal. Hij komt eraan. Hallo vriendjes, kom maar binnen. Hey! Hey, je doet heel veel, man. Oh, wat ruikt je lekker, zeg. Woehoe. En weet je wat er staat? I love you. I love you too, buddy. Zo leuk. Ja, beste drie. Hey. Een hond erbij. Leuk genoeg. Ja. Mooie dag vandaag. 2024. Yeah, van de op de maat. En het is 20 uur en 17 minuten. Maar we hadden een leuke gesprek over dingen om op zoek te gaan. Iets om blij over te zijn. En we worden erg vrolijk. En dat komt door mij. Vond je het leuk? Ik vond het heel leuk. Goed zo. Ja, heel gezellig. En de volgende keer gaan we weer wat nog leuker maken. En we hadden leuke tv naar verhalen geluisterd over de klerk en hoe het werkt. En ik vond het allemaal interessant. En ik hou van jullie allemaal, want jullie zijn speciaal. En ik meen het, op een dag als ik weer ben, dan gaan we weer wat moois van maken. Waarom ga ik om 8:30 de auto instappen om de weg naar Groningen station? Nou, dat kan hij uitleggen. Je weet natuurlijk nooit of het druk is onderweg of er wat tegen zit. En als je de laatste trein mist, heb je een probleem. En dat betekent, het kan, de kans is 50% dat gebeurt of niet. Maar in algemeen, we doen het voor de zekerheid. Om mij te redden. Dat willen ze doen. Ja, toch? Ja. Jazeker. Goed zo. Boris, jij bent de leukste, hè? Van het huis. Jij bent Brabant. Je krijgt volgende keer een hondenbot vanuit de... Hoe noem je ook weer? Dierenwinkel. Smikkel. Koekje. Koekje, ook kan ook. Ja. Ik denk dat hij dat heel erg van smult, hoor. Nee, als honden koekjes eet waar we met slagroom hebben, dan krijgt hij een witte snor. Dat bestaat ook. Ja, dat klopt. Misschien. Grap maken ben ik ook nog. Ja. Nou, hij heeft al een witte neus. Oh, een witte neus. We hoeven geen slagroom met hondenbrokjes voor te maken als taartje. Oh, hoeft niet. Gelukkig maar, die hoeft een witte snor. Tjaka. Leuk genoeg. Ja. Oh, bravo hond, wel. Als die hond alleen maar met haar en hem samen in een huis, dan is hij druk. En zonder mij. En als ik erbij ben, dan is hij rustig. Bravo hond, zeg je gewoon. Hm. Ja. Dus ik ga alvast zeggen, bedankt voor vandaag alvast. Ja, doei. Het zijn lieve mensen. Alsof ik in de hemel ben. En doei, Mirjam. Doei, Johannes. We love you. Love you too, dan. Yep. Oh, baby, boom, boom.
Oh, wat heb je mooi gelachen, zeg. Geweldig. Zo, dat was mooi. Mooi lach. Weet je wat het gek was? Ik ging de trein uitstappen in Horige Kersenbogaard. En toen ging ik mijn OV pakken. En dan ging ik uitchecken. En wat gebeurde dan? Nou, de poort die ging niet open. Dus ik moest op zoek naar een poort die open zijn. Maar uiteindelijk ging iemand anders OV uitchecken. En toen ging ik achteraan. En die was gewoon afbetaald met een, mijn saldo van NS-kaart. Maar vervolgens, ik ben blij dat ik uitgecheckt ben, zodat het veilig is. En wat ik gedaan heb, is gewoon legaal. Maar ook al piepende poortjes, dat betekent niet dat het illegaal is. Maar als het echt gebeurd is, dan moet je wel uitleggen aan de conducteur dat ik niet expres deed. Het was gewoon een poortje fout die je niet opendeed voor mij, terwijl ik uitgecheckt heb.